Hallo allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En ik heb net een adresje gelost in de buurt bij Avignon. En we gaan nu richting Martique, dan naar Marseille, Aix-en-Provence en dan gaan we door naar Italië via de Côte d'Azur. Het is nu dinsdagmorgen. Ik ben zondag weggegaan. Ik heb gisteren 2 klanten gelost bij Lyon. Maar ja, zoals ze vaak gezegd, ik kan niet alles laten zien. Ik probeer het voor jullie een beetje afwisselend te houden. De ene keer laten we de heenweg zien. De andere keer beginnen we zoals nu halverwege. Dus vandaar proberen we een beetje de afwisseling te laten gaan. Of hoe ik dat moet zeggen. Dat dus. En ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vinden. Nou, dat ging super snel. Ik kreeg de tijd niet om wat te laten zien. Want ik kwam aanrijden, ik kom gelijk aan, de heftruck komt eraan. En pelletwagen achterin en lossen. Dus ja, dat was 10 minuten werk. Dus op naar Marseille.
Over 600 meter volgt de rechte rijstrook om rechts aan te houden bij de splitsing en verder te gaan op de A7. Volg de rechte rijstrook om rechts aan te houden bij de splitsing en verder te gaan op de A7 en neem afslag 34. En flauwe bocht naar rechts. Flauwe bocht naar rechts richting Avenue du Marché National, borden naar Les Arnavaux en ga rechtdoor op Avenue du Marché National. Over 300 meter, sla rechtsaf naar boulevard Kapitein Jess. Het is ongelooflijk, jongens. Het loopt als een kogel, joh. Ik heb er gewoon 3 uit voor de middag. Helemaal top. Dus ja, dit ook. 10 minuten, weg. Super. Sla linksaf naar boulevard Kapitein Jess. Mensen, het is ongelooflijk, joh. Het loopt allemaal als een kogel. Ik was hier om 12:30. En die mensen hadden pauze tot 1:15. Dus dat ging helemaal goed. Mooi even een sneetje brood gesmeerd. Nou, het is nu 1:15. Belletjes kwijt. Even spullen opruimen. En dan kunnen we gaan richting Italië. Dus vandaag doe ik niks meer. Maar de volgende is 345 kilometer. Dus... ik rijd mijn dag lekker vol, zoek lekker een restaurantje en ik vind het helemaal prima.
Nou, ondertussen ben ik alweer een uurtje of twee aan het rijden. En ja, ik ga nu bij Cannes. En de temperatuur is ook goed. Het is 20 graden, dus het wordt aangenaam. Lekker.
even kijken of er hier op de benzinepomp plek is. Meestal niet. Meestal staat hier al hartstikke vol. Dan ga ik even kijken of ik hem hier kwijt kan. Dan heb je altijd een mooi overzicht over Monaco. Dat is wel leuk. Even kijken of ik jullie dat kan laten zien, hè. Daarom zeg ik, het is altijd wel een drukke benzinepomp hier, hoor. Dus het is altijd wel een beetje geluk of je hem kwijt kan. Dat is niet te doen. Helemaal ruk hier aan. Jawel. Nou, dames en heren, hier achter mij is Monaco. Dus net wat ik zeg, of wat ik zei, echt een mooi uitzicht hier bij die benzinepomp. Echt helemaal over Monaco, over die hele baai. Dat is prachtig, joh. Zo, dan zijn we er hier bij Ventimiglia afgegaan. Daar zit de Autoporto. En hier kunnen we, als het goed is, ook binnen eten. Dus dan is het morgenochtend nog 1,5 uur. Ik kan nog wel verder, maar dan wordt het eten afhalen. En ik doe liever binnen eten. In het restaurant bedoel ik dan. Hè? Dus vanwege de corona nog steeds. Dan maar liever iets eerder stoppen. En plus het feit, ik kan eigenlijk niet die auto dan. Hoe laat ben ik daar? Ja, dan ben ik er om 1 uur of 8. Dan kan ik die auto ook zowat niet meer kwijt. Dus vandaar dat we iets eerder stoppen. Nou, wil het geval dat het vandaag Koningsdag is. Dus ik ga eerst maar eens een soort oranje bittertje halen hier. Nou, proost. Dit keer geen Campari, maar Aperol Spritz in het kader van Koningsdag. Dus proost. Je kan hier ook nog van alles kopen,
stallen ze alles uit en dan kun je alles kopen. Spijkerbroeken, shirtjes, sokken, riemen, alles. Nou, dit komt goed. Spaghetti carbonara. Als voorgerecht dus altijd goed. Een lekkere bracciola. Dat is een soort carbonaatje. En een saladetje. Helemaal goed. Lekker. Nou, dat was lekker. Lekker gegeten. Dus nu naar de auto, nog even een filmpje kijken. Lekker slapen. En morgen weer verder. Goedemorgen dames en heren. Het is 6:15. We gaan maar weer wat doen. Weg hier. Ja, ze noemen dat de Autostrada dei Fiori. In Nederlands wordt ook vaak de Bloemenriviera genoemd. Alleen hier wordt een beetje gek van alle tunnels en de wegwerkzaamheden. Dat is een nadeel. Ja, ik vind zelf een van de mooiste wegen van Europa. Zo langs de kust en zo is prachtig. Dat is echt mooi.
Ik moet hier dus in de haven, het staat bij mij bij bootlevering. Maar dan moet die boot natuurlijk wel liggen. Dus ja, heel vaak gaat het ook naar een naar gewoon een centraal magazijn. Dus ja, dat is even afwachten en eigenlijk even hopen dat die boot er wel ligt. Want dat is natuurlijk wel leuk voor de film. Maar goed, dat is even afwachten. Hier zie ik Riffen Terminal. Hier moet ik mijn eigen melden. En als jullie hier rechts kijken, daar ligt de boot naar Corsica. En naar Sardinië ligt er ook. Die boten. Ja, dat hebben jullie wel eens meer gezien in een filmpje van mij. Ja. Even kijken, terminal. Ik ga het hier maar eens even kijken. Ik moet niet die boot op, jongens. Even kijken. Embarkie. Nee, dat moet ik niet, jongens. Dat is niet goed. Dat is niet goed, denk ik. Ik ga dus even. Oh, ik ken een rondje. Ik ken een rondje hier, denk ik. We gaan het wel even zien. Nou, ondertussen heb ik de terminal gevonden en het was een hele toestand. Ik ben al 3 kwartier bezig om de terminal op te komen. Dan moest ik een soort, moest ik een inlogcode krijgen. En dan moesten ze alles van me weten en ze troggelen nog even 10 euro af. Om, voor al die informatie moet ik 10 euro betalen ook, dus het is te belachelijk voor woorden. Maar goed, je hebt ermee te dealen, want anders kom je er gewoon niet op. En goed, ik heb het nou voor elkaar, dus nou mag ik de terminal op. Nou, om 3 paletten te lossen. Geweldig. Nou, ik sta te wachten totdat ze me komen halen. Dus ik ben er bang voor dat het niet al te vlug gaat hier. Als ik ook keek hoe dat aanmelden en zo ging met het pasje net. En ik heb mijn eigen nu weer aangemeld en die beste man zei gelijk, oh ja, ze komen je zo vanzelf halen. Dus ik verwacht wel dat ik naar de boot ga om te lossen. Maar ik kan niet zeggen hoe lang het duurt. Nou, dat schept hoop. Nou mensen, dat valt niet tegen. Half uurtje. En ik mag al achter die beste man aan. Dus ze maakte me eigenlijk banger als ze... Banger, maar... Ze schept op het kantoor eigenlijk weinig hoop. Want omdat ze zeiden van... We weten niet hoe lang het duurt. Dus dit gaat best.
Super! Nou, jullie zagen het. De boten lagen dus nog niet. Dus ja, hier in een magazijntje gelost en nou, prima. Dus we gaan nog niet helemaal tegen. Nou, zoals jullie zien heb ik hier in de buurt van Cuneo heb ik ook nog eentje gelost. Dat heb ik even niet gefilmd, de weg hier naartoe. Maar ja, het is weer zo uit die oogwerken. Maar het is weer een mooie plekje, jongens. Nou, dat ging weer super. Nou, ik heb ook maar één adres om terug te laden, daar gaan we nu naartoe. Dat is weer een goede 160 kilometer rijden. Maar met die hoogwerk is altijd wel mooi. Het is altijd, ja, ik was er om 12:30 en toen zei die man van, had hem gebeld. Ik ben er rond een uur of twee. Nou ja, dat is normaal hier zo. In Italië natuurlijk, dat ze 2 uur tussen de middag pauze hebben. En om 1 uur komt hij al aanrijden, toet toet. En je krijgt nog koffie mee ook. Dus ja, die mensen zijn altijd blij als je er bent. Dus dat is wel leuk. Dus ja, dat is toch weer een uurtje eerder weg dan dat ik verwacht had. Het is even anders gelopen. Ik kwam om 3:55 kwam ik daar aanrijden. En die beste man zei, dat is leuk dat je er bent. Morgenochtend bij de eerste. Ja, dat maak je ook mee. Dus dat schiet lekker op. Dus ja, vroeg klaar vandaag.
Nu hebben ze me wel op een parkeerplek neergezet dat ik wel op loopafstand naar een restaurantje kan. Dus dat vond ik dan wel weer tof van die mensen. Vond ik wel vriendelijk. Maar goed, ja, het schiet niet op. Maar ja, goed. Ja, je maakt het mee. Ja. Het is niet anders, zeker. Goed, mensen. De planning is weer gewijzigd. Ik loop net langs het restaurant waar ze me naartoe hadden gestuurd. Tenminste, daar kon ik een pizzatje afhalen, want alles is nog steeds dicht vanwege de corona. Alleen op woensdagavond gesloten. Ik denk natuurlijk, het was leuk bedoeld voor die mensen. Maar goed, ik denk, Sebastien, vang je niet. Ik ben even naar de supermarkt geweest. En ja, dan gaan we zelf maar weer in elkaar flansen natuurlijk. Dus ja, ik heb een soort een halve kooi gekocht. In de supermarkt. Dus, het was de kleinste die erbij was. Een soort serieus apparaat. En een saladertje. Ik heb nog een beetje tomaatjes gekocht, dat ik er doorheen snij. En als toetje een meloentje. Ook best hoor. Ik red het wel, ik verhonger niet. Dus dat komt zo helemaal goed. Wat ben je om? Ik ben niet eens in de paan. Wat een apparaat, joh. Jezus. Niet normaal, man. Hartje. Peper erop. La la la. Ja, hij spettert lekker. Zo, wat tomaatjes erdoor. Lekker. Zo. Een beetje pesto. Altijd goed. Zo. Huppatee. Hallo. Nou, voor de liefhebbers van koken met trucjes. Tada. Maar niemand fopt mij. Hij gaat buitengewoon hoor. Lekker joh. Nou mensen, ik ga hier eens even lekker van genieten. Daarna heb ik nog een stukje meloen. Als ik daar nog aan toe kom, want het is serieus, dan komt het helemaal goed. Nou, goedemorgen dames en heren. Het is ondertussen 10:30. Ik was hier weer om 8:00. En ik ben nu geladen. Het ging niet vanzelf. Maar goed, het zit erin. Ik ga mijn terugweg beginnen. Dus ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. Als je nog niet geabonneerd hebt, dat is gratis. Duimpjes zijn ook altijd leuk. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en de groetjes. Hoi hoi!